Hij is eigenlijk hier aan de start, hè? Ja. Goed zo. Zo, hoe rien we er nu? We zijn de start van het Rekbaarhof. Oh, in dialect, die gast. We zijn wel Vlaming, we bloeden in dialect. En de start is het Rekbaarhof. Ja. Dus de verzuurde beentjes van het lopen kunnen hier nu herstaan. Super. Dat is hier, profiteert ervan, dat is een van de weinige keren. Ja. Hoeveel hectometer is het fietsparcours? Over de 22 kilometer moet me ongeveer 280 meter klimmen. Ja. 280 hoogtemeters. Ja, dus dat is wel serieus eigenlijk, hè? Ja. Dat is een heel pittig parcours, dus dat is niet te onderschat. Eigenlijk onderscheiden we ons toch misschien wel met dat parcours ten opzichte van vele andere parcours hier in de streken. Ja, zeker. Zeker en vast. Ja. Uit principe zijn we toch een beetje tegen het stuierenverhaal. Ja. Maar we zijn zeker dat we hier met dat parcours van stuieren, de goede fietsers gaan hier toch een ding kunnen doen. Ja, ja, ja. Het wordt een hele eerlijke wedstrijd. Ja, dat wel, wie? Ja. Super. We draaien hierin, in de Manpadstraat, zie ik. Ja. Dus dat is hier nog een stukje berghof. Ja. En toen gaan we richting worden. Nu gaat het eigenlijk redelijk stijl berghof, waardoor we eigenlijk straks een vrij technische S-bocht hebben, waardoor dat eventuele groepjes volledig op het lint gaan gaan. Gevolgd door een hele lange klim. De wind zit hier normaal schuin van achter. Dus als er in je wiel hangt, kun je ze allemaal op een boord zetten. Ja. Eigenlijk gewoon, wees maar een koers verleden onder drie uur. We kunnen hier de grote plateau deuren trekken naar boven. Lijkt dat we zeggen, we kunnen met natte leggen. Ja. Schitterend. Dat we een beetje hier ook serieus aan het verzeuren zijn. Miki, ook het goed hebben. Is dat de eerste klem hier, op de top van de eerste klem? Dat is de eerste klem nu, ja. Ja. Nu gaat het direct, stijl, naar de tweede klem. En waar is dat? He? Rechtdoor. Blijven we rechtdoor gaan? Ja. Oké, ça va. Dus, het is weer een hele snelle afdaling. Waardoor we beneden weer een technische bocht hebben, dat je voorsnelheid kan pakken, maar we dat alweer omhoog gaan gooien en dat je het alweer op de kant kan zetten. Alles gaat terug op de lint zitten door de technische bocht. Ja. Inderdaad, een heel eerlijk parcours om dat te zien. Ja, ja, ja. Schitterend. Ja. En hier nu nog links, ik wat toe heb, Nicky. Ja. Oké, we zitten hier eigenlijk ver aan het Groeningen, aan het ziekenhuis. Ja. En eigenlijk nu de weg terug naar Bellegentum. Ja. Oké. Dus hier zit mijn verste punt. Achter dat steile klimmetje is er een korte bocht. En hier hebben we een lange nutloper, of alles plat. Dus hier is het echt op de macht te doen. De afscheiding die hier gaan gebeurd zijn, normaal is het hier wind in. Dus hier zal het ervan afhangen of er kan samengewerkt worden of niet, maar dat is een bedriegelijk stuk die per en lang vals platberg oploopt. Waar stroomde net als Quinny?
Ja, nee. Hey, dat is een droom voor hier te wonen, hè? Ja, wacht. Oké. Okay. Wees dan zo'n contactje als dat hier wordt in Kortrijk. En in België. Ja. Straks kom hier van tussen dussen en op het nog even bergop. Dat blijft maar duren, hè? Ja. Mijn tour is zo lang, Nicky? 5,5 en in totaal? 4 rondjes van 22 kilometer. Dus in totaal 22 kilometer? Ja. 4 rondjes, 280 hoogtemeters. Ja. Dat hangt aan de raam, hè? Ja, weet je. Ik weet dat we nu nog niet aan lopen toe zijn, Nicky, omdat we straks gaan nog van klam. Maar het looprondje, hoe lang is dat, hè? Het looprondje is 3,5 kilometer. En heb je toch gedacht van de hoogtemeters? Dat is ongeveer 40 hoogtemeter. Ja, toch ook? Ja. Ja. Zien we weer de kerkenlijn in de verte. We zitten van één omhoog op België gaan plaatsen. Maar mijn spachtel er niet, we gaan nog een keer naar beneden. Nog het dieptepunt. Hier voor de fietsers sowieso. Oh, dat gaat weg, hè. Dat gaat weg. Waar dat weg gaat, die valt toch hier wel bloemen. Ja, dus sowieso. Ja, dat we moeten voorzichtig zijn. Teams is dat hele waarschuwing naar de atleten toe. Dus nu gaan we richting. Nou, we gaan nu richting. Nu rijden we beneden. Ja, en toen links. Naar de voet van Kruske. Maar eigenlijk niet met Kruske niet heb, gaan we de kapaal weg. Ja. Dus we draaien. Dus er komt opnieuw een technische bocht voor een lange klim. Ja. Dus het zal weer aan de puntjes zijn. Die kunnen optreden naar de bocht. Ja. Die gaan een groot verschil kunnen maken. Oké. Okay. Iedereen die van Bellingham is, weet dat de kapaal weg tergend lang omhoog loopt. Janis, wachten Janis. Ja, doe maar. Ja. Ja, dan moet je weer komen. Ja. Dan gaan de hotspots zijn goed. Ja. Hier gaat de strijd geleverd worden. Hè. De platvletten halen en misschien wat toppers. Hier gaan we spektakel zien. Hè. Voor het volk gaat niet verder zijn. Daarboven, hier zit men ook op het loopparcours. Dus iedereen gaat compact op een schone, idyllische plek de wedstrijd kunnen volgen. Nicky, je kunt het niet beter zeggen. Ja. Levende reclame. Janis en Nicky richting de wisselzone. Janis, Bayes kampioen, aan de kop. Kijk, zijn er veel door. Wat zijn Nicky? Aan die wissels kan er nog een weer te worden, hè? Ja, je mag het niet. Hé, Nicky, we staan hier nu aan de start van de duathlon in Bellingham. Ja. Van het Bellinghams multisport team. Ja. Klopt, hè? Ja. We gaan voor hoeveel kilometers lopen? Dus, we starten voor 3 kilometer nu overlopen. Dat is 1 keer gelopen. Ja. We lopen hier de Priesterhuizenstraten af naar de Manpotstraten. Dus het gaat een hele snelle start zijn. Ja. Wat voor inzet in de ster. Bij Kossan. Dus we lopen de tour één keer goed fietsen en dan nog één keer achter fietsen.
super. En misschien toch ook nog een keer melden, Janis, de zoon van Nicky, was dit jaar Belgisch kampioen duathlon. En we verwachten eigenlijk te veel van hem in de wedstrijd. Ook willen hen een druk hebben leggen, maar toch? Moeten we dat wel zeggen? U 16, hè? U 16, hè? Dat is ook hetzelfde. Ten een Belgisch kampioen, Jens Belgisch kampioen, Ossan Belgisch kampioen. Allee, 3, 2, 1, go! Ja, verschil in leeftijd. Niki en Janis, dat is hier toch een passage voor de gasten met een grote folie. Hè? Echt? Ja, want hier gaat het enorm zien gewoon. Ja. Trek en de start. Ja. De vraag is natuurlijk, straks, daar op de eerste hellingen, hoe dan de mensen en de spieren en er direct gaan aanpassen. Dat hoor. Ja, de omscharingen van de spieren, hier doet ze hier, hè. Maar hier gaat het serieus omhoog, hè. Ja. Dus, Ja. Vooral in de tweede run. In de tweede run gaat dat hier pieken, hè. Ja. Iedereen gaat pijzen als ze nog goed zijn, als ze dat bergaf lopen. Maar hier parkeer je, hè. Ja, dit is een keer toep in de put gezien, maar dat is toch een diepe put he, waar dat moet komen. Dat is inderdaad ja. Een diepe put. Ja. Een keer als je hierboven zit, verlaat met fietsparcours en gaan we naar links. Gaan we ook een kleine licht in. Moet dan de laatste stuk in te houden. Op het duathlon parcours van de duathlon in Kortrijk, die 2 weken later plaatsvindt, waarvoor we graag ook wat publiciteit maken, hè, van onze bevriende club. Dus ook de duathlon in Kortrijk trekt ze naar Bellingham, omdat ze een heel selectief parcours aanbieden. Super. Dus de duathlon in Bellingham is een mooie opstap voor de duathlon in Kortrijk 2 weken later. Squinnen. See you. See you. Hey, Droid. Gaan we nog een laatste keer een stukje bergaf, vooraleer dat we de finale gaan. En de finale heb je kant? De finale is een schoon klimmetje weer. Ja. Dus hier start de finale en hier gaat weer omhoog, basic. Ja. Zo is het. Dat is hier een goed stukje steniveau. Begint de laatste finale klim naar het dorp. En de verte horen we de toeschouwers, onze supporters. Dus hier. Hier. Alle deuren gaan. Ja. Verzuren tot achter de oren. Verzuren tot achter de oren. Ja. Skrampen in de kitten en in de. En als er nog geen voren je loopt, skarp man een keer goed, dat je nog mee eet. Ja. Als je nog een beetje over eet, achterna staat een drank koelen. Dat hadden. Ja. Uiterlijk. Allee, doe maar een keer, Niki. Doe het een keer. En nu de laatste rechte lijnen. Ja. De hoos open. Vullen, pullen. Ja. Ja, een keer om aan de bebouwde kom zijn. Met het stijfste stak. En toen naar Skart, hè. Nog een 300-tal meters. Maar de supporters zouden nu hier wel naar boven doen. Hij is eigenlijk stiller, Niki. Ja, oké. Kan je laten, hè? Ja, ik zou nu een keer voortvoeren. Ja,
Ja, Nies, het heeft zeer awesome over, hè? Maar ja, van eens. Oké. Kijk. En we zien eigenlijk een beetje het verschil al in leeftijd. Janis trekt eraan. Janis, maakt lichtjes verschil. Janis, hij heeft de jaren ogen, Tom. Nee, jij die de kom staan in de straat. Echt hoor? Ja. Ah, chic. Dus ja, dus dat, ook in, allee, dat is ook een wedstrijd in de wedstrijd. Hey, vechten voor de kom die nu het namen staat van Janis. Ja, maar ze loopt deuren nog. Ah ja, dus uiteindelijk... Het gaat niet gaan. Dus dat is misschien ook beter. Wie haalt het? Wie haalt het? De wijs kampioen of de veteraan? Hier, hè. Ah, ik zie Skitterend. Dus, bij deze wil ik toch een keer benaderen dat iedereen bij ons hier in Bellingham een beetje winnaar is. De eerste tot de laatste. Het is een mooie uitdaging waar we iedereen voor uitnodigen. Op 30 mei. Be there.